dat heb je soms in Canada. Er zit in één keer een landbouwvoertuig voor je in de vorm van een John Deere Combine. Nou, we hebben gelukkig geen haast, maar ik heb ook geen mogelijkheid om het ding voorbij te rijden. Hij is zo breed en neemt wat de hele weg in beslag. In Pietersburg hebben we een ontzettend leuke voorstelling gedaan voor een uitverkocht huis. Toen zijn we naar beneden gezakt, zijn we doorgereden naar het plaatsje Guelph. Toen we onze koffers afgezet hebben, zijn we doorgereden naar een heel klein plaatsje, ongeveer een uurtje rijden. En dat is het plaatsje Ornesville, waar wij vanavond de voorstelling gaan neerzetten. In het restaurant, het vispaleis, ja. Die aan die haven uitkijkt. Ja. Ik heb het gezien. Wat zijn we aan het doen, Gio? Nou, ik doe niks, maar we zijn de auto aan het wassen van Frida. Dus, We gaan hier natuurlijk ook even onze kar uit te reinigen. Giovanni en ik hebben het strakke werk al gedaan. Het huishoudelijke werk gebeurt door de girls. Donna, Roos en Peggy aan het kar wassen. Nou, hoppa. Oké.